we hebben ook de taken verdeeld wie wat wegbrengt. Ik breng altijd plastic weg, Pien altijd papier. En ja, zo verdelen we een beetje de taken en we maken elkaar op attent dat we het afval moeten scheiden. En wie kan het het minst goed? Ik. Jij? Ja. Oh, ik dacht papa. Ik kan het ook niet goed. Waar we heel blij mee zijn is de tuinafvalkorf. Dat is echt super. Dat is altijd een heel gedoe. We hebben een hele grote tuin, of althans een vrij grote tuin met heel veel bomen erin. En het snoeiseizoen is dat altijd een probleem. We moeten het altijd wegbrengen naar het park. Maar dat hoeft nu niet meer. Daar zijn we super blij mee.